C'est un garçon très sympathique, très accueillant, et je pense qu'il a certainement beaucoup, va beaucoup apporter aux Girondins. Par sa technique, sa clairvoyance, c'est un garçon qui est très précieux. C'est un joueur qui, en plus d'une technique largement au-dessus de la moyenne, a une vision de jeu et une intelligence de jeu qui est pour moi ce qui se fait de mieux. Richard, je ben nu een paar weken hier in Frankrijk, in Bordeaux. Is dit de wijn? Dit is de goede wijn volgens mij. Ik denk het, hè. Ik hoop het. Hoe bevalt het hier? Ja, het bevalt me goed. Dus, het is mooi weer, zoals je ziet. En, ja, het voetballen gaat goed. En ja, de mensen om mij is ook goed. Ja, proost. Ja, dat is een goeie, hoor. Dat is een goeie. Ja? Ja. Heb je er al verstand van? Très bien. Merci. Hoe ben je door de spelersgroep opgevangen? Ik heb 4 dagen vakantie gehad en ja, toen ben ik op trainingskamp met ze gegaan. En, hun waren er al 2 dagen en toen ben ik erheen gegaan. En het was aan de kust bij Le Havre, daar in de buurt. Toen ben ik heel goed opgevangen en het ging meteen heel goed. En, hoe gaat dat? Je komt daar binnen? Je komt binnen en ja, we lagen met z'n 3 op de kamer. En, je bent alle jongens. Richard Witschke? Je suis Richard et ça va. Nee, maar dan word je voorgesteld en het is gewoon allemaal normaal, net zoals bij Barcelona. En, je wordt in 1 keer in de groep opgenomen. En, ja, ik ben vrij makkelijk jongen, ik pas me heel makkelijk aan, dus ik heb helemaal geen last gehad. We hebben hier vanochtend in de stad rondgekeken en de sfeer lijkt me erg gemoedelijk. Vind je dat ook terug bij de club of niet? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk, het is allemaal op een ander niveau natuurlijk als Barcelona. En, ja, ik denk de stad hier ook, het is toch meer een... Ja, een dorpje dan een stad. Het is geen dorp natuurlijk, het is wel een stad, maar het is niet zo groot als Barcelona en zo hectisch als Barcelona. En hier gaat het allemaal wat gemoedelijker en ik denk dat dat Frankrijk gewoon is. Ligt je dat meer, dat gemoedelijke? Ja, ik wil gewoon ook in het voetbal het hoogste bereiken en ja, het ligt me heel goed en ik heb het hier heel goed naar mijn zin, dus tot nu bevalt me helemaal prima. Maar ik wil natuurlijk wel hogerop en ja, als je dan in een iets andere sfeer terechtkomt, maakt het ook niet veel uit, ik pas me wel aan. Heeft ze dat van de vader? Hè? Heeft ze dat van de vader? Een beetje wel, ja. Moeder zegt eigenlijk hetzelfde als vroeger. Hoe communiceer je met elkaar? Want je komt uit het Spaans nu naar het Frans. Weer een nieuwe taal voor je. Hoe gaat dat in de praktijk? Ja, je zegt rapide, à gauche et à droite. Voor de rest, ja, je kan een beetje in voetbaltermen een beetje zeggen. Maar ja, het gaat wel vanzelf in het veld. Wat zijn jouw plannen voor de toekomst? Bordeaux de komende jaren? En daarna? Ik heb een 5-jarig contract hier. Ja. En, als het goed gaat, dan... Maar je had een 7-jarig contract bij Barcelona, dus dat zegt ook niet zo heel nee, veel. Nee, maar die 5 jaar die ik nog bij Barcelona heb, heb ik nou hier. Dus, mm-hmm. En het, ja, verder zien. Je weet in het voetbal niet hoe je terechtkomt. Binnen volgend jaar kun je wel wegwezen als het heel goed gaat. Of als jij heel slecht gaat, kun je ook weer wegwezen. Of als je geblesseerd raakt, dan kan of het ook geblesseerd raken, dan is het voetbal kun je het nooit zeggen. Denk je er wel eens bij na, dat dat soort dingen kunnen gebeuren? Nee, ik ben met voetbal bezig en ik sta er niet bij stil. Ik ben voorverzekerd, dus ja. Voor de rest loop je niet aan te denken. Kijk er. Ja, hè? Gaat braaien, hè? Gaat braaien daar, hè? On sait très bien que Richard
ne peut pas être à 100% tout de suite, tous les matchs. Mais bon, il n'est pas venu avec un contrat de 5 semaines. Il est venu avec un contrat de 5 ans. Donc il y aura le temps pour nous qui trouve la forme. Et c'est ce que a pour moi Richard. Avec en plus, je pense, des possibilités encore pour progresser. Parce que je crois que... Il doit, pour moi, faire des progrès au niveau de l'efficacité. En plus de service, de précision qu'il peut donner, je crois qu'il peut lui-même marquer des buts. In jouw Ajax-tijd noemde Beenhakker jou een exponent van de patatgeneratie. En veel criticasters over jouw spelletje die zeiden van nou, Richard die maakt er zich nogal makkelijk vanaf. Een beetje laks. Nee. Dat plezier van dat voetbal, dat straal je niet echt uit. Nou, ik denk het wel. Als ik gewoon al een spelletje mag spelen en doen, dan straal ik dat wel uit. Als je die wedstrijden hier hebt gezien, zoals ik nou gespeeld heb, dan heb ik wel echt plezier en dan straal ik dat ook uit. En dat heb ik bij Ajax ook gehad. Alleen het laatste jaar heb ik een beetje de pers is negatief over me. Dan lezen 100 mensen dat en 99 geloven dat. En dan staat er een keer een verwend mannetje, een irritant mannetje of dat soort. En dat geloven die mensen dan en nemen ze van je aan. Maar de mensen die om me heen staan, die weten wel beter. Dus. Ben jij een irritant man? Ik kan wel eens irritant wezen, maar ik denk iedereen wel. Als er iets mij niet zint, dan laat ik dat blijken en dan zeg ik dat. En dan kun je mensen tegen het hoofd gaan staan. Het is een grote stap. Terug, denk ik ook, naar Bordeaux. Nou, voor mij is het een stap vooruit, omdat ik weer een speler toekom. En ik hou van het spelletje. En, dus voor mij vind ik het een stap vooruit. Alleen maar qua club is het natuurlijk lager. Maar ja, als je daar niet steeds in de basis staat, is dit een stap vooruit, vind ik. Om weer hoger op te komen. Ja. Dus investeren.